Zeg Alex, het is een turbulente tijd geweest, hè? Ja, dat is het zeker, ja. We hebben aardig wat dingen achter de rug. 31 augustus stond ik samen met Patty Brad in een feesttent. Samen doen we dan optreden na onze carnavalsmedley. Het had een beetje geregend buiten, we liepen naar buiten, Een ijzeren plaat, stond de schuim begon te glijden. Ik brak mijn been af boven mijn enkel finaal en ik ben achter op mijn hoofd gekletterd. Daar heb ik een hersenbeschadiging aan opgelopen en ik heb 24 uur per dag nu elke seconde van de dag pijn in mijn hoofd. Dat is best wel lastig, maar goed, we proberen nu overdag lekker rust te houden, niet te veel te doen en 's avonds te gaan werken. Het is wel heel lastig, want echt na mijn optreden, van je optreden krijg je adrenaline. En dan gaat het eigenlijk wel vrij goed, de optredens op de bühne gaan goed. Alleen daarna dan is het wel is even hard af en toe en even lastig. Goed, het album komt eraan, hè? Dat is heel positief. Echt een supermooi album opgenomen met Emiel Hartkamp en Noris Pallidar. De grote mannen die jarenlang van ons bouw begraven. Waar Marianne Weber groot is geworden. Koos Albers die daar zijn face medleys heeft opgenomen. Noem het maar op. De jongens, een van de succesvolle, in ieder geval de succesvolle producers van Nederland. Met een groot live orkest, Metropoolorkest. Hebben we opgenomen met de beste muzikanten van Nederland. De basgitarist van de Noek. We hebben de drummer van de Toppers. We hebben John van der Ven die echt een hoop Hazesnummers heeft geschreven. Die heeft Albums Bladmuziek uitgeschreven. We hebben achtergrondkoor waar je u tegen zegt. Het is een fantastische productie. En die komt eraan. Daar ben ik heel blij mee. De single is heel leuk. Kijk, de zon is schijnend. Er komt in september een hele nieuwe single. Dus dat is ook fantastisch. In januari komt er weer een nieuwe... Het is een beetje een soort echt een feestplaats voor de carnaval en voor de apres-ski en al die dingen en voor de kroeg in het land. Volgende keer als we weer spreken is het weer helemaal in orde. Mijn gezondheid kan ik, dat hoop ik. We gaan er vanuit. Daar gaan we vanuit. Dat ik het ook kan zeggen dat dat ook zo is en dan is het ook goed denk ik. En dan neem ik een hele grote taart voor mee. Goed, als dat zo is. Ja, goed.